Ja, nou goed. Wij zijn enigszins verrast. Ik niet helemaal, maar de meeste van ons wel. Ik geef graag de microfoon aan de burgemeester. Kenningen zijn opgericht in juli, 16 januari 1854. En als navolging van Frederico Zanam die in 1833 begon met het werk onder de minder bedeelden, zoals dat dan heet. En geïnspireerd door de heilige Vincentius ad Paulo, die de vader van de armen en ongelukkigen werd genoemd. Ik zal het maar eens herhalen voor degenen die dat misschien niet zo goed weten hoe dat allemaal ontstaan is. En dat betekent dat in Schijndel hier al 162 jaar een Vincentiusvereniging actief is. Generaties lang is die hier al aanwezig. Toen ontzettend hard nodig, inzet voor mensen in nood, materieel en financieel ondersteunen en nog steeds hard nodig. En wij wilden dat ook ondersteunen. Dat geweldige werk waarmee jullie al 162 jaar lang in Schijndel zoveel betekend hebben. En nog steeds willen betekenen. Want dat weet ik ook natuurlijk, ook vanuit het bestuur. En dat zie je en dat voel je als je met mensen van jullie spreekt. En met het motto van Vincentius, ieder mens telt, gebaseerd op christelijke waarden en normen, willen wij graag ondersteunen hoe geweldig jullie hier werken. En daarom verlenen wij Vincentiusvereniging Schijndel het ereburgerschap van Schijndel helemaal verdiend. En als stimulans om daarmee door te gaan. Want ja, we hebben het goed, maar sommigen niet. Het blijft hard nodig. Dank jullie. Maar die onderscheiding die wil ik graag opspelden aan het oudste lid van de Vincentiusvereniging. En het langst als vrijwilliger werkzaam. En dat is mevrouw Mien van Roessel. Elke keer opnieuw ben ik er weer trots op jullie allemaal. Je hebt het ontzettend goed gedaan. Het was een ideetje en moeten zien dat uitgewerkt. Het is geweldig. Ja. Ja.